Chris en ik zaten eens te denken, we zagen Bierpop, we zagen jou voorbij komen. Je bent net ook weer de sportschool uitgerond. Je bent een enorme fit girl natuurlijk. Dus we dachten, ja, dat is toch gewoon zo. Ja, ik train 4 keer in de week, maar ik train 5 keer in de week. Dat compenseert weer. Nou, misschien zijn we dan een beetje op gelijke level. Naast je zit ook echt een enorme fatboy en fitboy. Nee. Kan toch niet. En ik dacht, misschien kunnen we met z'n drieën hier in de studio een plank challenge doen. Oh nee, nee. Wacht even, laat me het daarbij uitpraten, want het wordt interessant. Het wordt interessant. Nee, ik vind het ook niet leuk. Met z'n drieën een plank challenge doen. Wie er als eerste naar de grond gaat, dus die het niet meer volhoudt, die krijgt een bierdouche. Dan gaan we met alle, ook het publiek in de studio naar buiten. Krijgen we allemaal een plastic bekertje met bier. En degene die verliest mag op 5 meter afstand staan. En dan gooien we met z'n allen een biertje richting diegene. Maar ik durf vind het beter aan, als jullie het doen. En dat ik jullie dan een bierdouche mag geven. Ja. Eén van jullie. Durf je het aan, Chris? Tegen mij gewoon... dan? Ja, is goed. Dan is Sanne de scheidsrechter. Ik vind het niet leuk, maar laat het maar gewoon doen. Ja? En jij moet goed je hele torso aanspannen. Alles, je billen, je rug, je buik, alles en aanspannen. En echt recht blijven. Jij doet verslag een beetje als sportverslaggever. Moet ik dan daar... Ja, mag ook. Want ik kan jou niet zien nu. Nee, dat mag ook. Ik vind wel... Wiet staat stiekem tegen de muur aan. Ik vertrouw in die. Hij speelt vals. Hij speelt vals. Ja, jongens, we zitten al op 18 uur en 48 minuten. Kortom, het is 7:10, dames en heren. Ja. Oh nee, Chris valt op de grond. Nee. Wat leuk dat je vandaag een rokje aan hebt getrokken, Sanne. Het is een beetje alsof hij naar de dodencel gaat natuurlijk. Dankjewel. Sorry, Chris. 3, 2, 1, nee. Oh, dit is een Sorry, ik vind het zo zielig. Oh, ja, Wiets in de knuffel. Nee, geen knuffel. Nee, geen knuffel. Oh, daar zit ik ook helemaal onder. Hey, heb je schone kleren bij je? Of, Die zou jij meenemen, toch? Heb je niks meegenomen. Ah, gast, jongen. Nee. Ik heb een lekker warm truitje. Gelukkig. Ik hoor dit nou. Ja, een bierdouche. Het is geen pretje. Nou. Ik vind het mensonterend dat we dit doen. Jongens, applausje voor jezelf. Tot zover de bierdouche.